weet je, aanvankelijk toen de golfbaan was nog gebouwd. Ja, die loods kwam met hier. En twee jaar later, ongeveer hier in 1990, het is begonnen met die bouw van die baan. Ik meen, dat was geen idee dat ik voor toerisme iets zou betekenen. Nie. Ik heb daar in 1989 ongeveer, het Neil Jordaan mij gebeld en gevraagd of ik wil betrokken raak met die onderzoek naar perceel voor golf. Dominee Hugo was aanvankelijk daarin, Patrick Bettesworth, standaardbankbestuurder. So het was ons drie en dan nou Elsa Jordaan, Nielse vrouw. Zo het is begin met die onderzoek en toen goed later zelf van plek geval. Die municipaliteit het die plaas oorgeneem, Las Arena. En toen hulle begin met die ontwikkeling van die rioolstelsel. En op aanname van die surplus rioolwater het ons toe besluit dat dit is die rechte area, dan kan ons die water gebruik. En zo het als later in plek geval. Ons het toe beginne met die uitleg van die baan en dit het François Malherbe vir ons gedoen. En toe later het ons gesê, maar ons moet een bietjie huise eiendom ook op die perceel sit. En dit het Dennis Mosselle gedoen. So ja, so als het nou in plek geval en op geen stadium het ons kon dink dat dit so een groot rol in toerisme sou speel. In 1992, 8 augustus, als ik reg is, is die baan geopend, toen is die gebouw, maar toen is het nog niet al zo mooi zoals het nou vandaag is. He. En ik meen die uitzicht hier zo is mos nou prachtig. Als je hier rondkijkt, dan zul je zien die bergen, die wingerden en al dat goed. Zo ja, dit is waar toerisme nou baat vindt. Ons het reg gekry om een gezonde, golfclub staan te maken, als met stukjes. Ik ben in 2006 het ons eerst badkamers aangebouwd. Wat iemand gezegd het, is die beste in die Boland. Ja, dit is waarop ons trots is en dit is ons legacy.